van Denderen, want die gaat natuurlijk heel vaak proberen afhaken in die bal te komen. Dit is een goede aanval. Ismaïl kan hem voorbrengen tot bij Parien. Die gaat scoren, die glijdt hem erin. En de vlag blijft beneden. Het staat wel degelijk al 0-1 voor SK Beveren. Tierno Parry. Twee doelpunten gemaakt tegen Lierse. De 2-0 en de 4-0. Minuten spelen. Zorgt hiervoor dat de Waasleeuwen 0-1 voorkomen in het Dender voetbalcomplex. Goeie aanval hoor, over een paar tussenstationen. En dan gaat het over die rechterzijde tot bij Tayofik Ismaïl. En glijdt Tierno Parry de 0-1 tegen de touwen. Lucas Ribeiro voor de 0-2. Zet hij Dender in de spreekwoordelijke zetel? Jawel hoor. Lucas Ribeiro maakt er 0-2 van. En dit wordt een hele lastige klus nog voor Dender FC. Om van deze wedstrijd nog iets te maken. 0-2 in verder de Oost-Vlamingen. Xavier Gies naar de verkeerde hoek gestuurd door Lucas Ribeiro. En andermaal een hele goede wedstrijd aan het voetballen voor SK Beveren, Lucas Ribeiro. Van Oudenhoven niet. En er is veel ruimte voor Ismaïl. Kan hij voorbrengen? Kappen naar binnen. Ismaïl! De save van Gies en Parry gaat hem er toch nog binnenkopen. 0 tegen 3. Tweede doelpunt van de avond voor Tierno Parry. Die gewoon doorgaat in die nieuwe rol die hij heeft gekregen in de spitspositie. Van de Waaslanders bij afwezigheid van een Edmundson, een Maderner en een nog steeds niet speelgerechtigde. Dieu merci en Bokani. Duidelijk geen sprake van buitenspel of dergelijke. De bal komt in de herneming. Na de save van Gies gewoon op het hoofd terecht van Tierno Parry. En hij komt de 0-3 tegen de touwen. Ateri en Rauwel. Herax. Sardella opent voor Isaac. Daar is de voorzet en de goal! Jawel! Daar is de goal! Een lachende Sardella aan de eerste paal. Binnengetikt. Ik had hier al een beauty tegen SLC's. En nu staat hij weer op de goede plaats. Sardella mee opgerukt. En op het juiste moment zet hij er zijn voet tegen. Buitenspel was het niet. Heel goed opgedoken daar. Niemand had hem. Elhadj. 5 minuten ver in de tweede helft. De future is de betere vanavond. Butera en de 2-0. De 2-0 met opnieuw Kylian Sardella. Ja. Een lachende Veldeman ingekopt. Corner van Elhadj. En dan via Butera op het hoofd van Sardella. Een fantastische goal maakte vorige week op deze manier. Het wordt Agüemon. Agüemon! Nee! Tegen de dwarsligger. Ja! En dit is hem. Dan toch de aansluiting voor Virton. De twee invallers doen het. Eerst Agüemon en daarna Alak met de goal. Van Agüemon. Hard. Tegen de dwarsligger. Verbrugge er niet bij. Kassaert bij de pink. De buit is zeker niet binnen voor de Futures. Stassin. Hubert. Aguier. Kijken, wachten. En dit is de 3-1. Dan toch de goal voor Stassin. Met nog een kwartier te gaan. Heeft hij zijn 7e van het seizoen. En je weet het. Zit wel en telt wel. Aguier aan de basis. Goed gewacht. En perfecte timing van Stassin. Die de bal in één tijd. En dan plots toch de bal op de stip. Na handspel van Chadli mag Dylan de Belder hier proberen op voorsprong te komen met Deinze. En dat doet hij ook. In de as van het doel. In het midden.
voorzitter. Voilà, en nu krijgen we misschien wel een wedstrijd. Een mannetje wegtrekken uit het pak. Door zo gezegd die bal te gaan halen. Maar daar is de hoekschop, niet slecht gegeven. Daar de goal, jawel! En het is Quintero die scoort. En daar is zijn derde van het seizoen. Het is een verdediger, zijn derde zowaar. Kishinenko trekt hem nog voor en dan moet je daar gewoon maar op de juiste plek staan, zoals Theo Quintero hier bewijst. En nu kijken naar de Belder. Jawel, daar komt hij plots in balbezit. En dit zal dan wel de doodsteek zijn voor Lommel. Dat moet je hem niet geven natuurlijk. Op deze manier diepe bal plots in balbezit. En mooi binnengetrapt. Ja, prima verdedigend werk van den Berg. Nu misschien een aanval van Beerschot met baten. Maar in de voeten van Vorokovski. Daar de ruimte voor Salouk. En Vorokovski heeft dat gezien. Salouk kan op Landauers afgaan. Salouk gaat die scoren. Nee, Landauers. En dan nu wel Kleins met de 1-0 voor RWDM. Een fout genadeloos afgestraft door de thuisploeg. Hij scoren, dat is moeilijk voor hem dit seizoen. En dat blijkt ook wel een beetje uit. Nog eens kijken. Vorokovski met de opening voor Salouk. Die ontwijkt de tackle van Matthijs. De redding is goed van Latouwers, maar Pleins uitstekend gevolgd. En het begon allemaal met snordig balverlies van Beerschot. En ook uitstekend werk van Vorokovski. De juiste paas, de juiste timing, de juiste snelheid. En zo dus de voorsprong voor RWDM. Vorokovski daar met Verlinde, die is blijven liggen. Hij heeft daar iets in het gezicht gekregen. En dit is zeer snordig van Jan van den Berg. En dan moet dit de kans zijn en de goal zijn voor Biron. Maar hij tapt lang, dan schiet hem wel fantastisch binnen. 2-0 voor RWDM. En dan schiet Beerschot zich opnieuw in de eigen voet. Net als bij die 1-0. Een minuut voor deze fase neer met pijn. En hier schat hij de bal verkeerd in. Weet niet dat Biron in zijn rug zit. En dan doet hij dit wel zeer goed hoor, Biron. Ik dacht even, oei, het moment is gepasseerd voor hem. Blijft rustig en kalm en nagelt hem dan gewoon in de winkelhaak hier van den Berg. Hij beseft het natuurlijk. Overgekomen van Metz in 2019 al. 18 jaar nog maar. En daarom als de voorzet voor Schouten. Rocha zit ertussen. Daar is Tabekou. Hij legt hem binnen. Uit het niets valt het doelpunt een beetje, maar het staat wel 1-0 voor Lycese Kempenzone. De voorzet van op de rechterflank schouderde die er naartoe dook. Hier gaan we dat zien. De voorzet van Pieter de Schrijver. De duik van schouderde Rocha die zich goed doorzette. En toch allemaal iets te platjes achterin. Hier de plus. Te afwachtend. Rocha goed doorgejaagd. En Tabekou die hem in het zijnetje kan wegleggen. En de plus te afwachtend. Wel nog goed stoorwerk van Luca Walbrek. Rizzo mag het dus nog een keer gaan proberen om die bal weg te trappen. Lukt weer niet. Daar is Walbrek nu. Gaat hij zelf trappen. Daar is de 2-0. Goed gedaan van Luca Walbrek tegen zijn ex-club dus. Goed blijven storen. Rizzo kreeg die bal in twee tijden niet weg. Dan kon hij naar binnen snijden en werkt hij keurig af de dubbele voorsprong. Dat was poging 1. Nu gaat poging 2 komen. En dan is Walbrek weg. Nou, goed afgewerkt. Goed gekeken. Wat zijn mijn opties? Blijven kijken. Klaarleggen. Nou, misschien moet Epolo daar toch net iets meer mee doen. Dat moeten we dan hier helemaal goed kunnen zien. Walbrek. Het stoorwerk van de Japanner betaalt zich uit. En dan is daar opnieuw. Ja, homo, wou ik zeggen. Net op tijd van Ouattara. Hoe dan ook opnieuw balverlies bij Genk. Door het centrum. Dit kan wat worden voor Club Next. Voilà, daar is de goal. Sisse Sandra na 37 minuten.
brengt hij Club Next op een 1-0 voorsprong. Die zijn tweede van het seizoen scoort. Scoorde ook al tegen RWDM. Hier nog eens kijken, Tobe Leijsen. Eigenlijk loopt het bij hem fout. En dan zijn ze plots met heel velen daar in het centrum. Homma beseft dat hij misschien wel buitenspel loopt. Laat dus begaan. Nog eens kijken op dat balletje. Ja, Homma loopt inderdaad buitenspel. Dus verstandig dat hij hem aan de infiltrerende Sandra laat. Nou, dat sterke lijf, maar evenzeer die technische voetjes van hem. Stuurt Vermand 1-op-1 met Leijsen. Is Dierks te snel af. Vermand zorgt voor de 0-2. Romeo Vermand met zijn eerste in de Challenger Pro League. En het is een uiterst belangrijke. Want de dubbele voorsprong voor Club Next tegen Jong Genk. Op Daniel Peris. En ook op Lennart Mertens natuurlijk wordt het staartje ingestuurd. En ja, Daan Dierks zit fris. Maar heeft niet de snelheid van de zoon van Sven Vermand. Die maar wat graag dit zal zien gebeuren, met trots zal toekijken. De Roeven trekt eens naar binnen. Homma met de ruimte. Kijk eens naar die snelle voetjes. Gaat combineren met Talbi. Talbi uiteindelijk Mertens. Helemaal bij het laatste stationnetje. Dat is Vermand. Kijk eens. Romeo Vermand met zijn tweede van de avond. En boeken toe zeker voor Jong Genk. Het hartje en de knuffel voor Cuevas. Want Romeo Vermand veldt het verdicht. Senne Lammens er helemaal naartoe. Dat lijkt wel zeker. Club Next dat uitloopt tot 3-0. Dat zijn zeker wel overdreven cijfers gezien. Het matchverloop gezien. De kansen ook die Genk bij in de voetbalde. Maar ja, onverdiend is het ook niet. Beide teams die eigenlijk aanspraak maakten op de zegen. Maar Club dat beter voor de dag kwam in de vijandelijke 16. Kijk eens naar... Daarna tegen Deins en dan tegen Dender. Dus dat is een op papier iets gemakkelijker programma. Is het maar de vraag waar dan vooral Genk de komende weken de punten zal gaan sprokkelen. Voilà, we krijgen toch nog eentje voor de eer. Echt geloven doen ze er niet meer in. De 3-1. Die corner en de kopbal van Didden. Aan de eerste paal met z'n tweeën bij zich.